Dus je wilt leren omdenken. Hoe doe je dat en wat is het eigenlijk? Omdenken is een manier van denken waarmee je van een probleem een mogelijkheid maakt. En dat doe je in twee denkstappen. Omdenken begint altijd bij een probleem. Een ja maar. Bijvoorbeeld, je hebt een crash en de ouders komen steeds te laat. Personeel over laten werken kost geld. Een probleem dus. Hoe los je dat op? Ouders elke dag een sms sturen? Ze beboeten? Dat schiet allemaal niet op. Stap 1 van het omdenken. Zeg ja tegen de werkelijkheid. Feit is nou eenmaal dat ouders te laat komen. Dan komt stap 2. Zeg ja en tegen dit feit. Beweeg er helemaal in mee. Hoe? Door een verlengde crash inclusief maaltijdservice aan te bieden. Schuif lekker aan met je kind. Koken doen wij. Iedereen blij. Ouders hoeven zich minder te haasten. Het is gezellig met z'n allen te eten. En als crash genereer je meer inkomsten. Als je op die manier naar de wereld om je heen gaat kijken, zal je merken dat vrij veel problemen gemakkelijk om te denken zijn tot een nieuwe mogelijkheid. Zijn er hangjongeren bij jou in de buurt? Maak er een buurtwacht van. Willen kinderen op school rennen in de gangen? Ga er niet tegenin, maar zet een streep in de gang. Het ene deel wandelen, het andere deel rennen. Moet je server gekoeld worden? Gebruik hem als verwarming. Omdenken is een soort creatieve jiu-jitsu. Je gebruikt de energie van het probleem. Het probleem is niet opgelost of verdwenen. Nee, het probleem is juist de bedoeling.